Goedemiddag, dit is het Weersjournaal van Weerplaza.nl. Een storing trok vandaag over ons land. In het noordoosten en oosten van het land zat vanochtend nog veelal hoge bewolking. En daaronder vroor het zelfs. Vanochtend vroeg was het daar min 2, terwijl het in Zeeland alweer bijna plus 8 was. Zachte lucht komt binnen achter die storing. Die, dat is een warmtefront, die storing, en die ligt momenteel boven ons land. Dat gaat niet alleen gepaard met veel bewolking, maar ook met lichte regen en motregen. De zachte lucht wint dan steeds verder terrein. Maar zoals je op de satellietfoto al ziet, zit ook achter het warmtefront nog veel bewolking. Dus ook morgen hebben we nog te maken met een grijze dag, lichte regen of motregen, en zo nu en dan ook vrij veel wind aan zee. Uiteindelijk volgt er een koufront. Achter dat koufront bevinden zich de opklaringen. En daar krijgen we dan vrijdag mee te maken. Dan zien we eindelijk de zon weer een keer en is het grotendeels droog. Dat is het beste te zien op deze modelanimatie. Het hoge drukgebied waar we profijt van hebben gehad de afgelopen periode trekt weg naar Oost-Europa. En het lage drukgebied boven de oceaan neemt dan een invloed toe. De die depressie die komt uiteindelijk tussen Schotland en IJsland uit. En het koufront wat daarbij hoort passeert dan uiteindelijk donderdagavond laat. Waardoor we vrijdag in de opklaringen komen te zitten en waarschijnlijk valt de overdag dan nog slechts een enkele bui. Een nieuw lage drugsysteem komt dan in het weekend weer dichterbij. Een eerste zal zaterdag overtrekken en een volgende op zondag. Wat in het weekend veel bewolking betekent en ook nu en dan wat regen of motregen. Al met al onbestendig en wisselvallig weer. Ook vanavond dus bewolkt. En nu en dan valt er wat lichte regen of motregen. Er zijn ook droge perioden. En de temperatuur ligt tussen 6 en 10 graden. Dat is een prikwaarde halverwege de avond, want de temperatuur die loopt met het binnenstromen van de zachte lucht wat verder op. Uiteindelijk ligt de temperatuur vannacht op zo'n 7 graden in het noordoosten tot zo'n 10 naar 11 in het zuidwesten van het land. Daarbij waait het matig tot vrij krachtig uit het zuiden. Op de wadden kan de wind nog eventjes krachtig zijn, windkracht 6. Morgen overdag is het dan ook nog altijd bewolkt en van tijd tot tijd valt er lichte regen of motregen. De temperatuur dan overal in de dubbele cijfers met 10 of 11 graden en daarbij waait het dan stevig uit het zuiden, meestal vrij krachtig, op de Wadden krachtig en in de vroege ochtend misschien zelfs eventjes hard een windkracht 7. In de avond wordt het dan uiteindelijk droog en dan gaat het opklaren en daar hebben we vooral vrijdag profijt van. Dan zitten we achter het koufront in de koudere lucht, maar in de koudere lucht merken we weinig van. Ook dan temperaturen in de dubbele cijfers. periode met zon en bijenmatige tot vrij krachtige zuidwestenwind kan er vooral dan alsnog in het westen en zuidwesten een bui vallen. In het weekend wordt het weer wisselvalliger, zien we meer bewolking, gaat er ook af en toe weer wat regen of motregen vallen. De temperatuur op zaterdag een graad of 7 tot 10 en op zondag is het dan weer 11 of 12 graden en daarmee is het alweer botertje zacht. Ook de lange termijn verwachting laat een trend zien waarbij het voorlopig nog veel te zacht voor de tijd van het jaar blijft. Op de langere termijn daalt het kwik toch wel iets richting de normale waarde voor de tijd van het jaar. Maar de spreiding, zoals je ziet, is enorm. Ook in een neerslag zit vrij veel spreiding, maar algemeen beeld is dat het na die hele droge herfst, waarin maar 100 mm viel op de meeste plaatsen, dat het toch weer wat natter gaat worden. Dat is niet alleen goed voor het aanvullen van het grondwaterpeil, maar ook de rivierwaterstanden gaan weer omhoog. Wat gunstig is voor de scheepvaart en natuurlijk ook de bewoners op die rivieren. Uiteindelijk op de lange termijn neemt de onzekerheid toe. Er zijn weer wat aanwijzingen voor hoge druk invloed, waardoor het mogelijk weer wat vaker droog verloopt. Maar om het al met de oceaanstoringen om de hoek lijkt het toch wel dat het in ieder geval tot het eind van deze verwachtingsperiode wisselvallig blijft. Mijn naam is Wilfred Janssen voor Weerplaza.nl